In de tweede helft van de 17e eeuw is de Republiek der Verenigde Nederlanden in een hevige strijd met zijn buurlanden gewikkeld. Immers, Nederland is rijk. Deze welvaart wekt de afgunst van de andere landen en is de oorzaak van de vele oorlogen. De resultaten van de strijd zijn in het begin weinig bemoedigend. Dit noopt Johan de Witt een voorstel van admiraal de Ruiter naar voren te brengen, de over de vloot verspreide mariniers te verenigen in een vast regiment scheepssoldaten. 10 december 1665 keuren de Staten van Holland de resolutie goed. Hiermee wordt de oprichting van het Korps Mariniers een feit. De taak van de mariniers is veelzijdig. Ze zullen geschikt moeten zijn voor de strijd te land en ter zee. Het is vooral door overwinningen in deze strijd op zee dat de onafhankelijkheid van de Republiek ten slotte wordt gewaarborgd. Na 300 jaar is de taak van de marinier in grote lijnen dezelfde gebleven. Hij is nog steeds een scheepssoldaat, geschikt voor de strijd ter zee en te land. De training is hierop gericht. Een belangrijk gedeelte van de opleiding vindt plaats buiten onze grenzen. Daarbij kan Hare Majesteits Poolster voor het overbrengen van de mariniers worden ingezet.
Het Korps Mariniers vervult een belangrijke taak bij de bescherming van de Nederlandse Antillen. Door de afwisseling in klimaat leert de marinier zich aanpassen en wordt zo paraat voor zijn taak die hij overal ter wereld moet kunnen uitoefenen. Een groot aantal mariniers is ingedeeld bij de parate eenheden die, waar nodig en gevraagd, binnen 24 uur ter beschikking kunnen worden gesteld. Zowel voor nationale taken als voor de vredestaak van de Verenigde Naties. Deze eenheden zijn bewapend met alle infanteriewapens, zoals mitrailleurs, mortieren en terugstootloze vuurmonden. Thank you.
De mariniers zijn thuis aan boord van Harer Majesteits schepen en op het water. Ze kunnen zodoende direct snelle landingsacties uitvoeren. Een essentieel onderdeel bij de voorbereiding van een landing is het opruimen van mogelijke onderwaterversperringen voor de vijandelijke kust. Dat is de taak van kikvarsmannen. De explosieven zijn door een elektrisch circuit verbonden. Er wordt nu een tijdsontsteking aangebracht, waardoor de kikvarsmannen tijd krijgen om buiten de gevarenzone te zwemmen, voordat de explosieven tot ontploffing komen. Door het opruimen van de onderwaterversperringen is de weg voor de landingsboten vrijgemaakt en kan de landing beginnen. Thank you.
De hele actie verloopt in drie fasen. De bezetting van het vijandelijk strand is hiervan de eerste. De tweede fase richt zich op de vijandelijke stellingen die nu hevig onder vuur worden genomen. Hierdoor kan infanterie verder naar voren gaan. De laatste fase, de vijandelijke stelling wordt genomen. Onder dekking van eigen vuur plaatst een stootploeg explosieven om de laatste prikkeldraadversperringen op te ruimen. De beëdiging van de eigen officieren is een ceremoniële plechtigheid die voor het front van de troepen geschiedt. Het korpsvaandel treedt uit. De jonge officier zal namelijk zijn eed afleggen met de hand aan dit vaandel, waarop de wapenfeiten van drie eeuwen korpsgeschiedenis vermeld staan. Op deze manier wordt de belofte om de korpstradities voor te zetten plechtig bevestigd.